waarom zou je iets weggooien als je het ook weg kunt geven? Vanuit dat idee zijn er verschillende ruil- en weggeefgroepen voor Tilburg te vinden op Facebook. De groep gratis af te halen in Gemeente Tilburg is op dit moment verreweg de grootste. De groep heeft inmiddels zo'n 2500 leden en is nog steeds groeiende. We vroegen een van de oprichters naar het succes van de Facebookgroep. Nou, dit is een Facebookgroep gratis af te halen in de gemeente Tilburg. Dat is een groep waar mensen die spullen op hun zolder hebben staan en dergelijke, en waar ze dus niks meer mee willen doen, dat ze die kunnen aanbieden aan mensen die het minder hebben in de samenleving, zeg maar. Hè. Mensen die haast geen geld hebben om spullen te kopen en die kunnen daar reageren op spulletjes van hé, dat vind ik leuk en dat wil ik graag bij jou komen ophalen. Nou, het is eigenlijk begonnen met een pakje babyvoeding. Die had ik staan, die wilde mijn vriendin die weggooien en ik vond dat eigenlijk een beetje zonde. Toen dacht ik van ja, weet je, ik moet dat kwijt. En toen ben ik eigenlijk een beetje met de groep begonnen. Zeg maar van hey, ik ga een groep oprichten van spulletjes die gratis opgehaald kunnen worden. Ik begon met 12 leden en het wilde maar niet en het wilde maar niet. Toen ben ik wat mensen gaan berichten gaan sturen van joh, zou je ook lid willen worden van mijn groep? En zo is dat balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. En ja, inmiddels zitten we inderdaad op de 2500 leden en het wordt alsmaar groter en groter. Ja, eigenlijk sinds 2 juli ben ik deze groep begonnen. En in 4 maanden tijd wel behoorlijk wat leden bij elkaar verzameld. Dan merk je ook gewoon dat er gewoon heel veel tijd in gaat zitten. Het zijn meerdere dingetjes die je moet doen. Leden toevoegen, berichten checken, kijken naar bepaalde reacties van mensen of die goed zijn of niet. Dus ik denk dat ik zo ongeveer 4 uur per dag wel kwijt ben met het beheren van deze groep. Ja. En dan praat ik puur over mezelf als hoofdbeheerder zijnde. Zijn er nog mensen die inderdaad lid willen worden van de groep? Kom erbij. Hoe groter de groep, des te minder de troep.